Yo mensen van ProRamen, ik ben Jure en ik ben hier vandaag samen met Koen. Nou, eigenlijk ben ik eigenlijk. Is Koen samen met mij omdat we zijn huis. Nou, we hebben al lang niet meer opgenomen. Dat kwam omdat ik op vakantie was en Koen was ziek. Dus we gingen gewoon lekker even opnemen. Kijk wat we zien daar, hè? Ja, tuurlijk man. Allee, joh, maat. Allee, jongen. Nou, Jure, buikpijn, we hebben net gevoetbald. We zijn een beetje moe. Beetje erg. Maar ik wel. We zijn altijd moe in een filmpje. Dat lijkt ook. Hé, we zijn altijd moe in een filmpje. Nee, volgens mij. Nou, ja, dus we waren weer even aan het opnemen. Nou, ik heb eigenlijk niet echt super veel te vertellen. In elke video, maar dan gaan we toch 10 minuten door. Ja, maar jij zegt ook vet vaak. We zijn moe. Dus we hebben allebei nog iets wat we zo doen. Dus. Maar, ja, ik heb niet de zaal gehad. En ja. We hebben net gevoetbald. We hebben 2 gewonnen. 2 gewonnen. Jezus, wat echt, er was zo eentje die schreeuwt de hele tijd en dan heb je nog eentje die kijkt zo. En eentje die kijkt zo. Ja, met zo'n schaam. En een die kijkt zo. En die trainer was breed. Je bent helemaal super breed. Ik ben zo breed. Mag ik de outro dan doen? Wat? Mag ik de outro dan doen? Tuurlijk. Ja, dit is de intro. We gaan zo op de Hypixel server. IP in de beschrijving die bij mijn piemel. Zo. Ja, in de beschrijving. Die naar je piemel wijst. Ja, pik. De kan staan. Je urineermachine. Ja. De urinator. Jongen, je wil niet weten wat fiets ik heb meegemaakt op vakantie. Jongen, ik was in een restaurant. Ik ging naar de play en er kwam een jongetje van 4 uit. Dus ik, nou, dan ga ik nu in de play. Had hij zijn dikke drol wel laten liggen. Niet doorgespoeld. Nou, ik dus, nou, dan ga ik wel niet pissen, dan piss ik wel ergens anders, in een andere play. Nou, dat jochie, dus toen ging ik pissen, dat jochie maar niet weggaan, die stond. Dus, ik begin te pissen en in één keer dat jochie, die komt er even om een hoekje staan, stond te kijken hoe ik stond te pissen. Ik dacht, what the fuck, en toen in één keer, toen ik mijn broek ophijste, toen liep hij in één keer weg. En toen dacht ik even van, is die wel goed wijs? Ja, dat snapte ik echt niet. Wat ik wel stoer vond, we hadden daar ook een PlayStation 3 en een computer. 2 zelfs, dus we konden gamen. ik heb een cadeautje voor Koen gekocht. Assassin's Creed ketting, ik heb zelf een Black Ops 2 ketting. Ja, dan schuif je een beetje op. Een beetje, ik wil gewoon te zeggen. Jongen, nu zit ik helemaal niet aan bel. Nu moet ik zo zitten om in beeld. Zo is het. Ja, zo is het goed. Ik denk dat dit eigenlijk best wel een aardige lange video wordt, Koen. Nou, ik denk dat ik een leuk muziekje om ga plakken. Ja, we gaan misschien ook nog een dubstep wat maken en op YouTube zetten. Ding is, oh ja, vandaag Party Hardy. Vandaag, hey Jure, ik wil wat zeggen. Sorry. Vandaag komt er een dubbele video. Er komt vandaag nog een video. Weet ik maar. Oh, dit was best wel mooi. Een hele bakje stond op rood, jongen. Jongen. New Kids Turbo. Schandalig! Ja, dat wou ik zeggen. Ik weet niet of
wat ik nu ga doen. Ik ga sparen voor een laptop. Dat ik ook niet met zo'n laptop kan opnemen. En ik koop Call of Duty Ghost. Die lijkt me wel leuk. Mijn Battlefield 4 lijkt me eigenlijk helemaal niks. Ik meen niks in dus. Dat lijkt me echt een prut game. Dan heb ik Call of Duty Ghost. Ga ik heel misschien kopen. Dus echt laat in de beschrijving achter als je echt graag wil dat ik Call of Duty Ghost ga kopen. Nee, denk ik reacties, niet in de beschrijving. Nee, denk ook niet, maar alsnog. Toch? Nou, ik zou het wel, ja, ik wil hem misschien zelf opkopen, lijkt me wel een coole game. Koen, wat lijkt jou een coole game? Assassin's Creed 4, Black Flag. En ook Call of Duty Ghost of ook niet? Nee, ik ben niet van die spellen zo. Koen en ik hebben echt, echte game. Verschil in games, ja. Oh, dat was best wel... Citroen. Nou, die gast die gaat niks meer zeggen. Maar Jurre. Bedankt voor het kijken van deze video. Vergeet niet te liken en te abonneren. En vergeet niet te reageren wat je van dit vond. En reageer in de reactie met de naam van deze gast, zodat hij weer mag praten. Later.